Noordoostpolder, Nederlands kampioenschap 2007. Het is tijd voor officieel het Rally Clinic Dutch Open. 7 wedstrijden dit jaar op de kalender. De opening is in de Noordoostpolder, traditioneel in Emmeloord. Voor alle duidelijkheid, de kampioen van vorig jaar, Frits van Eerd, is er niet meer bij. Van Eerd heeft ervoor gekozen om dit jaar in de historische Formule 1-klasse te gaan rijden. Hij heeft het maximale behaald in de rallysport en dat is het kampioenschap. Van Eerd haalde dat kampioenschap trouwens vorig jaar op briljante wijze binnen. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. 7 wedstrijden vorig jaar. Bijvelds viel snel af. Van Eldik kocht het snelste, maar winst is niet te koop. Hij had het spel nog niet onder controle. Boers viel weg. En dan was het Frits van Eerd. Van Eerd bleef rijden. Van Eerd won. ELE, BHV. En in Barneveld de laatste kans van Eldik. Eldik gaat kapot. Van Eerd wint en pakt het kampioenschap. Een van de mooiste kampioenschappen van de afgelopen jaren. Het Rally Clinic Dutch Open 2006. Eentje om je de boeken bij te schrijven. Van Eerd er dus dit jaar niet bij. Wie wordt zijn opvolger? We gaan naar Emmeloord in de Noordoostpolder voor de start van het Rally Clinic Dutch Open 2007. En komen erin op de vrijdagavond de 2 publieksproeven. Bon, Frits van Eerd is er dit jaar niet meer bij. Mark van Eldik heeft lang gewerkt aan zijn Subaru Impreza World Rallycar model S10 en wil dit jaar graag alles winnen. Nou, de start is wat nerveus. Hij kan het knopje niet vinden van de verstralers en dus rijdt Van Eldik gewoon met normaal licht. Nou, dat weerhoudt hem er niet van om meteen de snelste tijd neer te pompen. 4:36. 4-5 man dit jaar op jacht naar het kampioenschap. Mooi hoor, mooi veld. Jasper van de Heuvel met een Mitsubishi Lancer World Rallycar. Dirk Boers met een nieuwe Subaru, model S7. Peter Bijveld voorlopig nog niets. Ja, en dan is natuurlijk nog René Kuipers samen met Erik Wevers in de Toyota Corolla. Van Eldik opent het snelst Van de Heuvel op 2 seconden. De rest zit daar iets meer dan 6 seconden achter. Leuk bedacht in Emmeloord. Om de 10 seconden starten en dan 4 rondjes rijden. Dat betekent dat je meerdere mensen in kan gaan halen. En er was onvoorstelbaar veel publiek. Was er spektakel? Ja, niet helemaal bedoeld door deze Wim Melwijk. Die zorgt voor een giga-oliespoor. En dat zorgt ervoor dat, in overleg met nulrijder Gert van de Heuvel... goede beslissing trouwens... vanwege de veiligheid de 2e proef werd gecanceld op de vrijdagavond. Het was gewoon echt te glad. Dat betekent dat wij de vrijdagavond laten voor wat het is... en u mee gaan nemen naar de zaterdagmorgen... in de wetenschap dat Van Eldik nu leidt met 2 seconden voorsprong op Jasper van de Heuvel. Maar Van Eldik had de eerste proef al een niet al te beste start... maar hier zit hij er helemaal niet bij. Mag thuis meetellen hoeveel dit gaat kosten. Het is een heel knullig inimini, maar wel een leuk proefje. Vlak buiten Kuinderen en Van Eldik verknalt hier zijn start. Dan kun je trappen wat je wil, maar dan verlies je er gewoon aan het einde van de proef 7... en ben je de leiding kwijt aan Jasper van de Heuvel. Nerveus? We winnen. Wat is dat toch met die Subaru dat die dingen toch steeds afslaan? Jij hebt het vorig jaar gehad. Dirk heeft het nu. Niet opgelet wat mij betreft. Maar dat is een duur foutje. Is het dan toch spanning? Dat je te fanatiek op die proef, die eigenlijk maar 2 minuten is? Ja, ik denk het wel. Gewoon met te weinig voorbereiding de dag ingegaan. En, hoe bedoel je met weinig voorbereiding? Nou, gewoon, ik had mijn handschoenen al en je hebt op de juiste plek zitten. Zeg maar, dus dat was al onrustig. En, ik had ze niet bij me toen we wegreden bij de start. En, op de service. En ja, dan kom je toch met alle andere dingen erbij staan dan bij de start van de eerste of van de derde proef in dat geval. Nou, dan verslik je eigenlijk in het opstarten van de auto. Ja, en dan is Van Eldik de leiding kwijt. Links nogmaals die verprutse start. Rechts, als we de 2e keer de proef rijden, hoe het wel moet. Je kunt trappen wat je wil, maar dan maak je dat gat niet meer goed. wordt een leuk kampioenschap, want iedereen is in Nederland al jaren verwend met de Corolla van Wevers. Nou, die is snel, dat is een begrip. Dan win je wedstrijden. Maar Wevers voelt al een tijdje aan dat die Corolla aan zijn limiet zit. En dat met de nieuwe auto's van bijvoorbeeld Van Eldik, maar ook Jasper van de Heuvel, dan moet je wel alles mee hebben. En dus achtervolgt Wevers en zien we een verrassende leider in de wedstrijd. Gloednieuwe auto, een oude uit het WK. Mooie wagen voor Van de Heuvel. Gisteravond hebben we super warrige start gehad. We hebben verkeerde tijd gekregen. We draaiden eigenlijk net zo snel als Mark. Dat moet nog gecompenseerd worden. Dus ik weet niet of we nu sneller zijn als de anderen. Nou, Van Eldik is snel. Het is niet zo overmatig snel als vorig jaar dat hij echt met grote stappen wegloopt. Beetje bij beetje, plaagstootje bij plaagstootje. Het tempo wordt langzaam maar zeker opgebouwd. Doet hij eindelijk eens een keer goed. Maar hoe staat hij dan ten opzichte van Wevers? Kijk en oordeel snel. Dit is het tweede proefje zaterdagmorgen. Het is allemaal kort en bochtig rondom Kuinderen. Het zijn echte leuke ouderwetse dijkproefjes. Maar zie hier zometeen hoe toch in die hele bochtige situaties bovenin Wevers weer ietsjes wegloopt bij Van Eldik. Hij was heel snel. Maar ik weet het niet. Wacht wel even af. Dankjewel. Wie staan er nog meer aan de start? Dit is René Kuipers samen met Erwin Monmaerts, de navigator vorig jaar bij kampioen Frits van Eerd. Kuipers is na veel jaren terug in de rallysport en wil wel een gooi doen naar het kampioenschap met uiteraard een Corolla. Kuipers opent voorzichtig in de wedstrijd, moet weer wennen. Reed zijn laatste wedstrijd vorig jaar in november, maar bouwt het tempo langzaam op. Ja, dat klopt. Ging lekker. De start was een beetje wat op een of andere manier slub in de koppeling zitten, maar voor de rest ging het aardig. Ga je tempo langzaam maar zeker opbouwen? Zeg je? Ga je tempo langzaam maar zeker opbouwen? Ja, even rustig bekijken. We gaan straks een tandje erbij zetten. Rechts 2 is, links en bocht, is rechts 2 stek, is rechts 2-3 rond. Het was voor het laatst zo'n 15 jaar geleden dat er hier gereden werd op de dijkjes rondom Kuinderen. Het zijn echt mega leuke proeven en dit is zo typisch Nederlands. Kuipers wordt vooraf aan het seizoen een beetje gelinkt aan de man onder in beeld, Dirk Boers. Die heeft de beschikking over een Subaru Impreza uit 2001. Voor hem ook een gloednieuwe auto. Maar Boers zit er niet bij. Kan het tempo niet volgen in de openingsfase, terwijl hij 2 dagen heeft getest. Het is wennen, dus we doen geen gekke dingen eigenlijk. Rustig opbouwen. Ja, helemaal goed. Vanaf de 4e proef in de wedstrijd krijgt Dirk Boers problemen. Hij schiet 1 keer rechtdoor en dan de start. Kijk, die loopt niet. Vergeleken met Van Eldik verliest hij wel heel veel tijd. En Boers mag gaan achtervolgen. Een leerwedstrijd. Kun je doorstrepen voor de overwinning. Altijd leuk om te kijken naar beelden van vorig jaar en dit jaar. We hebben links Mark van Eldik gezet met de Subaru Impreza S8 tijdens de editie van vorig jaar. Op exact hetzelfde weggetje als nu rechts in beeld met de Subaru Impreza S10. Daar scheelt 2 jaar tussen de S8 en de S10. Maar kijk en geniet mee. Vorig jaar was Van Eldik op bepaalde stukjes van deze proef sneller dan dit jaar. Moet gezegd worden dat waarschijnlijk de rechterbeelden wat trager zijn, omdat Van Eldik de Subaru nog op rood had staan en het knopje niet omgezet had. Eén ding is zeker, Van Eldik is niet mega de snelste, maar beetje bij beetje loopt hij weg bij Van de Heuvel, loopt hij weg bij Wevers, loopt hij weg bij Kuipers en loopt hij helemaal weg bij Boers. Van Eldik controleert. Dat mag ook wel, want na juli vorig jaar, heeft deze auto nog geen 1 keer gewonnen. René Kuipers dan. Langzaam maar zeker bouwt hij het tempo op en komt naar voren. Vertrouwen in de auto en vertrouwen met zijn nieuwe navigator Monmaerts. En voor 50, rechts 2-3 snel, rechts 2-3 snel. En bij bord, links 2-3. Hier Wevers, kampioen van Nederland 2005. Vorig jaar veel in Duitsland gereden. Iedereen had verwacht dat Wevers hier wel zou laten zien dat hij sneller is dan Mark en Jasper. Jasper geloof ik, Mark niet helemaal. Wevers moet inzien dat hij het tempo niet kan volgen. En dit wordt de eerste uitvaller van het seizoen. Serieus veel problemen gehad. Dirk Boers legt zelf uit. Vandaag de zaterdag, ja, toch problemen met de versnellingbak en dat werd alleen maar erger. Dan go beter stoppen voor oude dingen helemaal mollen, dan blijft er niks van over. En de starts liepen niet lekker? Nee, absoluut niet, maar dat ligt puur aan mij. Dat ligt niet aan de auto. De auto is super, met mijn Giel ging het super. Alleen ik zit zelf, ik heb vertrouwen niet in de auto. En met de starts doe ik het gewoon net niet goed genoeg. En ik heb hem vandaag nog 2 of 3 keer af laten slaan. Ja, dat kost kostbare tijd. En dus huiswerk voor Dirk Boers. Ruim 90 deelnemers aan de start in de Tank S-rally in Emmeloord. Op de strijd vooraan gaan we naar de standaardgroep 1-klasse. Want jongens, wat staat er in Nederland toch een mooi deelnemersveld. Kwalitatief sterk. Dit is Mark Stijger, vorig jaar kampioen in de Carlos Challenge. Overgestapt naar een competitieve Mitsubishi samen met Bart Hissink. Stijger maakt kennis met proefjes die er jaren niet ingezeten hebben en waar je zo gigahard kunt gaan. Stijger heeft het tempo hoog liggen. Dat heeft ook deze Henk Vossen, die na een paar jaar afwezigheid nu weer echt het Nederlands kampioenschap gaat rijden. We hebben de laatste 3 proeven zonder 5e versnelling moeten rijden. En ja, qua tijd zag het er nog redelijk uit, maar als je het weer vergelijkt met de concurrentie hebben we toch wat verloren en dat is jammer. De geruchten hier zijn toch dat je met een WRC gaat rijden. In hoeverre zijn die geruchten waar? Die geruchten zijn wat ze zijn, geruchten. We zijn er natuurlijk serieus mee bezig. Maar een andere optie is ook een Evo 9. En we wachten even af hoe de gesprekken lopen met Engeland. Want het gaat natuurlijk niet alleen om de auto. Het gaat ook om het onderhoud en de onderdelenvoorziening. En daar moet wat duidelijkheid over komen. En als dat er is, dan is het een hele goede optie. Standaardgroep N-wagens in de openingsfase is Hans Wijs junior verreweg het snelste. Vossen achtervolgt en ook deze Mark Stijger zit in de achtervolging. Maar niet voor lang. Het gaat fout zaterdagmiddag. Ja, wat ik mezelf verwijt is dat ik niet heb gevoeld dat we op een half lege band hebben gereden. En dat verwijt ik mezelf. En wat daarna gebeurde, daar had ik geen invloed meer op. Maar ik heb al van verschillende mensen gehoord dat je met zo'n auto dat je dat bijna niet voelt. Dus... nou ja, of dat een troost is, weet ik niet, maar ik rij al een poosje en dat verwijt ik mezelf wel, dat ik dat niet eerder heb gevoeld. Je ging hard? Erg hard? Voor je gevoel te hard? Nee, we gingen niet te hard. Absoluut niet. We reden eigenlijk heel relaxed en min of meer verbaasd dat we dus goed mee konden draaien, want er kon makkelijk nog een schepje op. Stijger dus niet. Zijn oude navigator Dennis Abrahams zit voor 1 keer in de auto naast Jan de Winkel. De Renault Clio Super 1600 en Abrahams is de ontdekking van de wedstrijd. Wat een navigator. Ja, de Winkel is niet de ontdekking, maar eigenlijk gewoon de bevestiging. Die rijdt zo hard. Er zit weinig onverhard in deze wedstrijd. Het is technisch, het zijn de dijkjes. Ja, de Winkel rijdt gewoon goed. Terwijl hier de teleurstellende Engelsman Koffietzeel staat. Met zo'n autotempo niet kunnen volgen. Schaam je. De Winkel zit erbij en ligt op positie nummer 4. En moet nu gaan wachten. Wachten tot er misschien vooraan iets gebeurt. Dit is Patrick Veenhuizen. Het gaat redelijk. Ik moet je heel eerlijk bekennen dat we wat opwarmingsproblemen hebben gekend vanochtend. Ondanks het feit dat wij gisteravond nog hebben mogen rijden. En dus, het is toch altijd een teleurstelling als je ziet dat je vreselijk je best doet. En voor je gevoel toch wel erg hard gaat. En dan in de tijden blijkt dat we het gewoon in onze klasse net niet kunnen bijhouden. Dat is frustrerend. Dus een andere auto? Ik ben al heel hard aan het sparen. Aan de andere kant, deze auto bevalt ook wel heel erg goed. Want hij is betrouwbaar, hij laat ons niet in de steek. Maar het zijn net de pk's die het hem doen, die we missen. Veenhuizen wordt al een tijdje gelinkt aan een Corolla van Wevers. Wordt vervolgd en wordt bij Jan de Winkel op een verbindingsetappe. Gaat hij niet om snelheid. Kijk, Wevers staat stil. Dat is eigenlijk voor ons al een beetje de eerste waarschuwing. Dat wat kleine probleempjes zijn aan boord bij de auto van Wevers. Die ook veel tactische spreking heeft met zijn nieuwe navigator Jelmar van Waren. Want ja, het tempo... kan die niet volgen. Het gat wordt groter. Wevers en Kuipers met die Corolla's, die altijd alles wonnen in Nederland, nu echt in de achtervolging. Nee, is links en bocht seks, is rechts 2 stek, is rechts 2-3 rond. Rechts 2-3 rond, 215. We hebben de ochtendklassementsproeven gehad in Kuinderen en gaan naar Kampen. Maar daar komen de problemen voor Toyota-rijder Erik Wevers, maar ook voor zijn teammaatje René Kuipers. Het doek valt voor het team van WeversSport. We treffen beide mannen voordat we gaan beginnen aan de echt serieus mooie proefjes rondom Kampen op de zaterdagmiddag. Kuipers en Wevers in de achtervolging. Nou, in het begin viel het tegen, moet ik eerlijk zeggen. Ik had niet echt alle controle erop en de afstelling was niet optimaal. En toen we na 3 boekeltjes terugkwamen, kon de afstelling wat beter zetten. Daarna kreeg ik gewoon veel meer gevoel met de auto en nou, zag je het ook gaandeweg een stuk beter gaan. Is het gat groter dan jij zelf verwacht had? Met Van Eldik wel. Met Jasper had ik ook een klein beetje verwacht. Maar Van Eldik zat toch een beetje achter ons. En nu zit hij nu zit hij gewoon een halve minuut voor. Op de rally is eigenlijk te veel. Heb je reserve? Weinig. Dit zijn de middagklassementsproeven in Kampen. Mooi, gevarieerd. Maar het zorgt wel voor een breekpunt in de wedstrijd. De eerste die weg gaat vallen is Erik Wevers. Dan moeten we lang zoeken. Dat gebeurt allemaal op een proefje waar het licht regent. Dat brengt Van Eldik niet van de wijs in de regen. Dat is opmerkelijk. Maar Wevers dus wel. Dan gaan we zoeken. Dan gaan we lopen. Dan kom je terecht bij een boerderij. In the middle of nowhere. Dan ga je naar binnen en dan zitten ze daar. Aan tafel. Na een uurtje is de teleurstelling wel weg. Voor Wevers en navigator Jelmar van Waren. Dit is het verhaal. Ja, de vriestap is uit het motorblok gegaan. En ja, ik weet eigenlijk niet waarom. Of we weten niet waarom. Het is gewoon een echt wel een lullig iets. Lullig hoor, want Wevers had ver kunnen komen. Dit is René Kuipers. Jammer. Kuipers heeft het tempo verhoogd. Kuipers komt in zijn ritme. Kuipers kruipt naar de derde plaats. Wil het gevecht aangaan. Maar krijgt daar de kans niet toe. Dit zijn beelden gedraaid vlak buiten Kampen. Prachtige proef met wat onverhard, echt snelle stukjes. Waar onder andere ook Mark Stijger zich liet verrassen. Maar de snelheid is hier weg bij René Kuipers en Erwin Monmaerts. Het eerste schrapresultaat voor het seizoen is binnen. Je ziet het hè. Gewoon de velg door het midden. Draagarm die was afgebroken. Aan de binnenkant iets een watertonnetje geraakt. Toen hebben we proberen door te rijden. En dan zie je wat er gebeurt. En op een gegeven moment ging alles geblokkeerd. En ja, toen schoten we eraf. Dus we moeten nu even wachten op een nieuwe draagarm. En een nieuw wieltje. En dan kunnen we weer verder rijden. Maar de wedstrijd is over. Helaas. Het zat niet mee voor Kuipers en Wevers. Stand in de wedstrijd van Eldik Leidt met meer dan 25 seconden voorsprong op Jasper van de Heuvel. Als we beginnen aan, ja, ik vind het een leuke proef, industrieterrein Emmeloord. Veel toeschouwers, veel sfeer, meerdere rondjes. Wat kan van Eldik nog gebeuren? Dan een slotfase van de wedstrijd. Vertel Mark, want ik weet niet hoe ik het moet vragen. Nou, het eind was eigenlijk slechter als het begin. Dat moeten we concluderen over. Hoe kun je 28 seconden... op een industrieterrein nog weggeven? Nou, we hebben het zelf terug proberen te analyseren wat er gebeurd is. We zijn de Kampereiland afgereden, de regen in, 20 kilometer verbinding. 20 minuten voor de proef staan te wachten. En ik ben gewoon ingesukkeld. We hebben voor de droge asfalt hebben we een goede setting voor de auto. Dan ligt hij als een strijkplank ligt hij op de weg. En ja, ik heb er niks afgehaald om maar iets een regensetting van te maken. Ondanks dat we de setting op de binnenkant van het dak geplakt hebben om de regen in te rijden. Heeft het jou in je kaart gespeeld dat jullie vorig jaar op de een of andere manier een soort van teammaatjes waren? In ieder geval in dezelfde kleuren auto reden. Jij hebt met Mark veel getest, jij hebt met Mark af en toe gereden. Dus jij weet ook waar Mark zijn sterke en zijn zwakke punten zitten. Ook van de auto. Ja, misschien werkt het me juist tegen, want hij doet het spelletje heel supergoed dit jaar. Hij was de hele dag super mee bezig. En ik denk dat hij op het moment gewoon het snelste is nog. En ik hoop dat we daarbij kunnen komen. Maar er is geen antwoord op de vraag. Nou ja, goed. Ik ben gewoon zelf altijd heel zelfverzekerd in de regen. Ik mag er graag in rijden. En, maar jij wist dat hij in de regen niet... Je ziet Mark van start gaan en... de sfeer om hem heen was natuurlijk al dat hij gewonnen had. Hè? Ja. Hij werd al gefeliciteerd, bij wijze van spreken. En ja, maar bij ons thuis is van huis uit... je hebt pas gewonnen als de vlag is gevallen. Maar je wist dat hij in de regen niet optimaal presteert? Ik wist dat hij geen risico zou nemen. Wij hebben toch een heel andere belevenis waarom we onze rallysport uitoefenen. En we proberen dat zo goed mogelijk te doen. Ik denk dat daar een wereld van verschil is. En tactisch tijdens de wedstrijd? Het spel durf spelen? Nou, dat is me wel duidelijk geworden. Dat daar alle punten en komma's ook bij horen. Durf jij dat? Nee, maar ik ben er wel over na gaan denken. We hadden natuurlijk ook die laatste wedstrijd, of de laatste proefie... hadden we ook 12 minuten later in kunnen kloppen. Die ruimte hadden we. Had Jasper ons ook niet weg zien rijden. Dat is dan wel de tactiek waar we de volgende keer misschien daar wel meer over na moeten gaan denken. Motorkapje omhoog. Nee, maar... Truc 8. Ja. Subliem wat Van de Heuvel deed op de laatste klassementsproef. Petje af, hij wint, rijdt een minuut dicht op Mark van Eldik en pakt de overwinning. En Van Eldik in het kampioenschap, hoe gaat dat verder? Jij hebt aan het begin van het jaar gezegd, ik wil gaan rallies winnen en kampioenschap. Oké. Niet het meest belangrijk. Ik denk dat de individuele evenementen winnen, dat een beter gevoel is om zo'n dag af te sluiten als eind van het jaar dan een beker voor het kampioenschap ophalen. Dus jij vindt het niet stoer als je straks 80 bent dat je in het bejaardentehuis zit en tegen je kleinkinderen kan zeggen, kijk Van Eldik is? Nou, op zich staat het wel goed op je cv natuurlijk dat je terug kan kijken, maar dat geldt voor die evenementen ook aan zich ook. Daar zijn de foto's en de filmpjes en daar is ook de beker bij. En je doet ook 3 maanden na het einde van je laatste wedstrijd of 2 maanden... en overigens wel een gezellige avond een bekeruitreiking hebt... dan heb ik daar voor mijn gevoel minder mee als op de dag waar je gestreden hebt voor... Terwijl ik denk als jij kampioen wordt dat er een heel leuk feestje kan komen. Oh, dat kan zomaar zijn, ja. Dat zit toch al in de planning, of niet? Oh ja. Nee, ik ben er zoveel loop ik nooit vooruit. Jij kikt wel, hè, op een kampioenschap? Nou, ik weet niet zozeer op een kampioenschap. Maar ik ben gewoon een streven. Als ik meedoe, wil ik winnen. Ja, dus kampioenschap. En dus kampioen worden, ja. Van Eldik en Van de Heuvel. Vorig jaar teammaatjes, nu tegen elkaar in het kampioenschap. Dat wordt nog leuk. Dit is Jan de Winkel. Wordt briljant derde. Volgende week meer over de 2-wiel aangedreven auto's en de groep M.